Rinus hier van Droogtrainen Academie. In deze video ga ik jou een aantal belangrijke tips geven om ervoor te zorgen dat jij niet dezelfde fouten gaat maken toen ik begon met krachttraining. Dus check deze video. Oké, in deze video ga ik je dus een aantal tips geven om ervoor te zorgen dat jij niet dezelfde fouten maakt als mij toen ik begon met krachttraining. Toen ik begon met krachttraining, achteraf heb ik erover nagedacht en de conclusie is eigenlijk dat ik eigenlijk maar wat deed. Ik snap er geen reet van en ik heb jarenlang getraind op een manier waarvan ik dacht dat het goed was en waarvan ik nu weet dat er eigenlijk geen fuck van klopte. Omdat ik niet wil dat dat jou ook gebeurt of je nu al misschien helemaal nieuw bent met krachttraining. Dus je zit er nu over na te denken om krachttraining te starten omdat je jonger bent bijvoorbeeld of misschien op oudere leeftijd wil je een keer starten met krachttraining. Krachttraining zou ik iedereen aanraden, zelfs op oudere leeftijd, want dan blijf je sterk van, hou je spiermassa, hou je vast. Dus zorg ervoor dat je krachttraining doet of gaat doen op het moment dat je deze video zit te kijken. Maar dan is het heel belangrijk dat je dat op de juiste manier doet. En dat heb ik vroeger dus niet gedaan. Mijn referentiekader vroeger was die magazines in de supermarkt. Daar bladerde ik dan doorheen, daar zag ik wat en dan dacht ik, oh, dat ga ik ook doen. Want dat staat daar, dat goed is. En daar word je groot en sterk van, want dat staat er altijd in die bladen natuurlijk. En dan krijg je een sixpack en al die termen die ze daar allemaal gebruiken. Om ervoor te zorgen dat jij die bladen gaat kopen. Waarvan we weten dat er in die bladen vaak heel veel dingen staan die niet echt correct zijn. Maar dat was dus mijn referentiekader. Toen had je nog een YouTube, et cetera. Was mijn referentiekader en daardoor heb ik in mijn beginfase, waarbij je eigenlijk dus superveel potentie hebt om sterker te worden en spiermassa op te bouwen, heb ik eigenlijk maar wat gedaan. Nou, ik wil dus niet dat dat met jou gebeurt en daarom ga ik jou in deze video een aantal tips geven om ervoor te zorgen dat jij niet diezelfde fouten maakt. Nou, tip nummer 1. Als jij begint met krachttraining en jij zit dus in die beginnersfase, dan moet je jezelf realiseren dat dat de fase is waarin je eigenlijk de meeste potentie hebt. Als je een beetje kijkt hoe een krachttrainingscarrière werkt, ja, dan hebben we een aantal fases. De eerste fase noemen we beginnersfase. Dat is eigenlijk de fase waarin jij nog nooit effectief aan een gewicht hebt getrokken of weg hebt geduwd. Dus, en ik gebruik het woord effectief, want als ik nu om me heen in de sportschool kijk, dan zie ik nog steeds mensen die op een enorme slechte manier trainen. Die maken gewoon alle fouten die je kan maken. En het resultaat is dat die nooit zullen groeien. Dat die dus nooit sterker worden. Dat die dus nooit het resultaat bereiken wat ze willen. En dus ook nooit een atletisch lichaam krijgen waarvoor ze zoveel uur in de sportschool doorbrengen. Nou, dat is natuurlijk super zonde. Wat dus belangrijk is, is op het moment dat jij in die beginnersfase zit, dat jij meteen vanaf het begin zoveel mogelijk dingen goed gaat doen. Als je kijkt dus het eerste jaar, die eerste 6 maanden tot een jaar, dat is die beginnersfase. Daarna ga je over naar intermediate, als je effectief dat eerste jaar getraind hebt. En hoe verder jij in je trainingscarrière komt, hoe moeilijker het zal worden om sterker te worden en om spiermassa op te blijven bouwen. Dus met name die beginnersfase, dat eerste jaar waar je in zit, als jij nieuw bent met krachttraining of nog nooit effectief hebt getraind, dan is dat eerste jaar super belangrijk en dan is het dus belangrijk dat jij dingen goed doet. Nou, de eerste tip is dus, train met een goed plan. Zorg ervoor dat jij een goed opgebouwd trainingsplan hebt, zodat jij structuur hebt in je training en zodat jij weet, dit ga ik doen, deze opbouw zit erin en meteen vanaf het begin ervoor zorgt dat jij dus niet zomaar de gym inloopt, wat ik altijd vroeger heb gedaan, hè, zomaar de gym inlopen en zomaar iets doen. Elke training andere oefeningen doen, et cetera. Maar zorg ervoor dus dat jij een trainingsplan hebt, dat je dat laat maken door iemand die er verstand van heeft, bijvoorbeeld door ons. Maar dat jij dus een trainingsplan hebt waar structuur in zit. Dat wil zeggen dat jij dat trainingsplan ongeveer 6 tot 12 weken blijft hanteren. Dus dat jij 6 tot 12 weken dezelfde oefeningen blijft doen, zodat je in die oefeningen beter wordt, zodat je in die oefeningen sterker wordt, zodat je spiermassa op kan bouwen. Maar dus niet iedere training van oefening gaat wisselen en elke keer iets anders gaat doen, omdat je ergens gehoord hebt dat je je lichaam moet verwarren en als je spieren verward zijn, dan groeien ze sneller. Dat is absoluut niet zo. Denk er eens logisch over na. Op het moment dat je iets heel veel oefent, word je er steeds beter in. Maakt niet uit wat jij doet.
iedere training iets anders doen, zorgt er dus niet voor dat jij beter wordt. Dat zorgt ervoor dat jij je lichaam verwacht en dat je lichaam eigenlijk niet meer weet wat je moet doen. Dus wat belangrijk is dat je een trainingsplan hanteert, waarbij je dus structuur hebt, waarbij je dus een bepaalde periode, ongeveer 6 tot 12 weken, met dezelfde oefeningen traint. Waarbij dus een volume gehanteerd wordt wat voor jou geschikt is. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar een volume wat voor jou geschikt is. Waarbij nagedacht is over bepaalde intensiteiten. Dus met verschillende gewichten trainen, zodat je spieren ook op verschillende manieren geprikkeld worden. Maar dat er in ieder geval een structuur is, een trainingsplan is, wat dus hout snijdt. Op het moment dat jij zo'n trainingsplan hebt, meteen vanaf het begin, ja, dan zal jij zoveel meer progressie maken dan wat ik in het begin van mijn trainingscarrière heb gedaan. Want eigenlijk heb ik, omdat ik altijd maar iets deed en eigenlijk er gereed van snapte, heb ik superveel potentie laten liggen. En juist in dat eerste jaar van effectief trainen heb jij superveel potentie. Dus zorg ervoor, tip nummer 1, dat jij gewoon zorgt dat jij een goed trainingsplan hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, tip nummer 2 is zorg ervoor dat jij traint met goede techniek. Goede techniek, oefeningen op de juiste manier uitvoeren, is essentieel voor jouw progressie. Op het moment dat jij dat niet doet, zal jij heel snel op oefeningen vastlopen, word je daar niet meer sterker op, je bouwt geen spiermassa op, je loopt tegen plateaus aan, kom je niet meer verder, misschien geef je het wel op, denk je van wat is dit voor kutzooi, ik heb er allemaal geen zin meer in. Dat is dus niet de bedoeling. Dus waar je in het begin met name op moet focussen, en ik weet dat lijkt allemaal heel veel, je moet een trainingsplan en je moet op techniek en ik ga nog wel andere dingen noemen, maar zorg nou dat je je daarin verdiept. Zorg ervoor dat je in ieder geval een klein beetje in de basis weet hoe anatomie in elkaar zit. Dus dat je weet welke spiergroep je hebt en hoe dat een klein beetje werkt. En zorg ervoor dat je in dat trainingsplan effectieve oefeningen, dus hoofdzakelijk compound oefeningen, en misschien om dingen af te maken wat meer isolatieoefeningen in dat trainingsplan krijgt. Maar zorg ervoor dat je snapt hoe je die oefeningen uit moet voeren. Hoe moet je nou bepaalde spieren aanspreken? En hoe kan je dus wel resultaat bereiken ten opzichte van zomaar iets doen, aan een gewicht trekken en uiteindelijk nooit verder komen? Nou, tip nummer 3, superbelangrijk. Zorg ervoor dat je progressief traint. Progressive overload is een van de belangrijkste principes van krachttraining. Progressive overload houdt heel simpelweg in dat jij niet voor een hele lange periode hetzelfde kan blijven doen en kan verwachten dat jij progressie maakt. Verandering komt niet door continu hetzelfde te blijven doen. Dus jij zal ervoor moeten zorgen dat jij progressief traint en dus iedere keer een klein beetje meer doet. En dat wil niet zeggen dat dat iedere training moet. Dat kan als beginner, kan dat waarschijnlijk wel. Dus dan kun je, iedere training word je waarschijnlijk sterker, want ieder trainingsprikkel is nieuw. En als je jouw lichaam de tijd geeft om te herstellen, dan kun je dus bijna iedere training kun je sterker worden. Op de lange termijn, intermediate en zeker gevorderd, dan zal dat steeds langzamer gaan. Maar zorg ervoor dat jij progressive overload begrijpt en dat je dus snapt dat je iedere training of iedere om de zoveel tijd dat je iets meer zal moeten doen, dat je jouw lichaam een iets andere stress zal moeten bezorgen, een iets zwaardere stress zal moeten bezorgen, om ervoor te zorgen dat je nog kan adapteren. Dus dat proces dat werkt heel simpel. Jij traint, je zorgt dat je voldoende hersteltijd hebt, jouw lichaam adapteert, dus die wordt sterker om ervoor te zorgen dat die stress van de vorige training de volgende training beter aan kan. Dat noemen we supercompensatie. Maar wat dus belangrijk is, is dat je dus iedere training of om de zoveel tijd, afhankelijk van je niveau, steeds iets meer doet om te zorgen dat je lichaam blijft prikkelen om te adapteren. Doe je dat niet, dan ga je dus weer heel snel tegen plateaus aanlopen en dan kom je dus eigenlijk niet meer vooruit. En ja, ik zie deze dingen die ik heb genoemd, die zie ik gewoon bij superveel mensen in de sportschool. Eigenlijk doen die maar wat, die trainen niet met goede techniek, die hebben geen plan, die trainen niet progressief, et cetera. Zorg ervoor dat jij dat wel goed gaat doen en dan zal je merken dat jij een superleuke trainingscarrière kan hebben qua krachttraining. Nou, tip nummer 4 is zorg ervoor dat je niet te veel doet. Zorg ervoor dat je voldoende doet. Progressie maken wil niet zeggen dat je dat zo snel mogelijk doet. Wij leven in een superhaastige wereld, alles moet zo snel mogelijk, dat begrijp ik ook.
Maar zeker bij krachttraining realiseer je dat het geen sprint is, maar een marathon. Jij kan de rest van je leven kun jij aan jouw lichaam bouwen. En als jij dat op een effectieve manier doet, zeker met de tips die ik jou in deze video geef, dan zal jij merken dat dat al redelijk rap gaat. Zeker dat eerste jaar heb je ontzettend veel potentie om spiermassa en kracht op te bouwen. Maar progressie maken, dat moet dus niet zo snel mogelijk. Neem daar gewoon de tijd voor. Zorg er dus voor dat je voldoende doet om progressie te maken en niet zoveel mogelijk. Het is dus niet go hard en go home of go home. Al die termen die je in bladen ziet en die je wel eens van de gasten hoort die in de sportschool lopen. Het gaat er niet om dat je zoveel mogelijk doet, dat je iedere training jezelf helemaal kapot pompt tot falen om ervoor te zorgen dat je spiermassa opbouwt. Want dat is gewoon een hele goede manier om je progressie heel hard tegen te werken en helemaal geen progressie te maken. Dus zorg ervoor dat je voldoende doet om progressie te maken. Als beginner is dat heel weinig. Zeker het eerste half jaar train je met een goed trainingsplan. Dan hoef jij eigenlijk maar heel weinig te doen, want iedere prikkel die je jouw lichaam geeft is een nieuwe prikkel. Dus hoef je eigenlijk maar heel weinig te doen om ervoor te zorgen dat je telkens progressie maakt. Dat zal dus in het begin misschien alleen telkens hele kleine beetje gewicht toevoegen, telkens het minimale erbij doen, om ervoor te zorgen dat je langzaam dat gewicht opbouwt en dat je steeds sterker wordt. Dus dat je lineaire progressie toepast. Als je heel snel superveel gaat doen, dan is de kans dat je heel snel tegen een plateau aanloopt en niet meer verder komt, die wordt steeds groter. Als je dus heel langzaam opbouwt, en niet meteen vanaf het begin zoveel mogelijk probeert te doen, maar zorgt voor het juiste volume voor jou om voldoende te doen om progressie te maken, ja, dan ben je gewoon heel goed bezig. Nou, de laatste tip die ik heb, tip nummer 5, is: ben consistent. Ja, zoals ik al heb gezegd, het bouwen van jouw droomlichaam gebeurt niet in 1 maand, gebeurt ook niet in 6 maanden, gebeurt ook niet in 1 jaar. Binnen 6 maanden, binnen 1 jaar, zeker in je eerste jaar, kan je superveel progressie maken. Als je kijkt wat voor potentie je dan hebt om spiermassa en kracht op te bouwen, ja, dat is ongelooflijk en dat heb je de rest van je carrière, heb je dat niet meer. Dus zorg ervoor dat je die eerste jaar zeker super effectief traint met de tips die ik jou net genoemd heb. Maar wat daar heel belangrijk is dat je consistent bent. Ja? Als jij een plan maakt om 3 keer per week naar de sportschool te gaan, omdat dat de tijd is die jij hebt, zorg dan dat je iedere week 3 keer naar de sportschool gaat. Als jij een plan maakt om 4 keer per week naar de sportschool te gaan en jouw volume is dus verdeeld over een bepaalde hoeveelheid dagen, zorg er dan dat je 4 keer in de week naar de sportschool gaat. Denk daar van tevoren over na. Denk erover na van: luister, hoeveel dagen heb ik? Waar kan ik consistent in zijn? Ga dus niet meteen 5 dagen per week trainen en wat je niet op de lange termijn vol kan houden. Zorg ervoor dat je zeker als beginner gewoon rustig aan begint. En ben consistent. Ja, realiseer je dat je lichaam niet in een hele korte tijd enorm gespierd is. Krachttraining werkt nou eenmaal niet zo. Maar zorg ervoor dat je een goed plan maakt. Zorg ervoor dat je een leuk plan voor jezelf maakt. Zorg ervoor dat je dat vol kan houden en dat je dus op de lange termijn consistent kan blijven. Want uiteindelijk is de consistentie, ja, is de sleutel tot lange termijn succes. Nou, voordat ik hem afsluit, gaat het niet alleen om krachttraining. Ja, deze tips die ik net gegeven heb, dat zijn echt super belangrijke tips als je begint met krachttraining, met name als beginner of als je nog nooit echt effectief getraind hebt. Alleen, buiten die krachttraining om, zijn 2 andere dingen heel erg belangrijk. En dat is eten naar je behoeften. Dus op het moment dat jij spiermassa op wil bouwen, dan moet je zorgen dat je in een overschot eet en dat je voldoende proteïne eet. Wil jij vet verliezen, zorg er dan voor dat je in een calorie tekort zit. En dat jij misschien nog net iets meer proteïne eet. Zorg dat je dan ook zo hard mogelijk blijft trainen. En zorg dat je voldoende rust. Dus ik heb net al gezegd, hè, doe in ieder geval zoveel dat je daar nog van kan herstellen. En dat je dus kan adapteren. Maar zorg ervoor dat je heel goed rust. Slaap, kwalitatief goede slaap, is een van de belangrijkste dingen om progressie te maken. Dus zorg ervoor dat je je krachttraining op orde hebt. Zorg dat je eet naar je fysieke doelen en zorg dat je voldoende rust en dat je zeer goed goede nachtrust hebt. En dan heb jij, met name in het eerste jaar, maar ook de rest van je trainingscarrière, heb jij heel veel potentie om op een goede manier, de manier die ik dus niet heb gedaan, progressie te blijven maken. Nou, dit was hem voor deze video. Vind je dit soort trainingsshizzle nou interessant? Wij hebben workout builders. Je vindt de link onder deze video in de beschrijving.
Maar ook op onze website staat in de menubalk staat programma's. Daar vind je onze workoutbeelders. Dat zijn trainingsplannen die jij zelf in elkaar kan zetten. Er zitten 140 oefeningen bij, enorm veel variatie. Allemaal met techniekvideo's erbij. Dat schema is progressief opgebouwd. Daar is precies op de juiste manier die oefeningen bij elkaar gezet. Dus daar is overal al over nagedacht. Het enige wat jij hoeft te doen is hard trainen. Dus wil jij werken met een goed trainingsplan, zorg er dan voor dat je onze workoutbeelders even checkt. Vond je deze video nou tof en wil je meer video's van ons zien? Abonneer dan even op ons kanaal en druk op het notificatiebelletje. Krijg je altijd een melding op het moment dat wij een nieuwe video uitbrengen. Dat doen we op dit moment op 2 keer per week. Vond je deze video nou interessant? Geef ons ook even een like. Daar help je ons dan weer mee. En dan zien we jou weer in de volgende video.